Oké, mijn camera kapt er dan één keer mee. Dus dat wordt waarschijnlijk een deel 2 gebeuren. Of ik ga ze denk ik gewoon aan elkaar editen. Want zo lang heb ik het toch nog niet gefilmd. Als het nu weer doet, dan is er iets niet goed met mijn instellingen, denk ik. Oké. Waar waren we? Oh ja, kijk, weet je, ik vind het niet erg. Kijk, weet je, ik vind het natuurlijk niet leuk als iemand in het echt dood bloedt. Ik bedoel, laten we wel wezen, het is gewoon echt heftig. Maar in films en zo vind ik dat. Maar ja, weet je, als iemand een wond heeft, kan ik er heel. Hangt er wel vanaf waar de wond zit. Als iemand hier precies in zijn vinger een hele diepe snee heeft of in zijn hand, dan kan ik dan weer niet zo goed tegen. Maar verder, ja. Maar weet je, ik heb natuurlijk ook. EHBO gedaan. En dan, ja, maar weet je, dat vind ik toch anders dan wanneer het in de praktijk. Dan moesten we ook echt oefenen hoe het is als iemand hier bijvoorbeeld een snee heeft. En je moest die zeg maar in doen met gaas, weet je wel, met het verband. Nou, geloof mij, dat lijkt me echt goor. Want stel iemand heeft hier een snee, dan moet je die dus af. Nee, want ik kan niet afbinden, want dan gaat iemand gewoon alsnog dood. Want. Dan smoor je iemand. Dus net als je kan niet een tourniquet aanbrengen. Dus dat kan niet. Je kan ook niet even houden. Je kan er wel eventjes druk op houden. Maar op een gegeven moment houdt het ook op. Want je kan niet op iemands nek continu druk blijven voeren. Want dan krijgt iemand een nekhernia van. Zou ik beter niet doen. Dus wat je dan moet doen is dus. Je moet met je vingers zeg maar. Dat gaas naar binnen werken. En de bloedproppen moet je eigenlijk laten zitten. Dus je gaat echt in iemands nek. Bij wijze van spreken ga je zitten proeten, zeg maar, of zitten vroeten. En dat is zeg maar de bedoeling van dat gaas aanbrengen. Want dat is zeg maar van dat gaas wat het bloed absorbeert, waardoor het minder gaat. Ja, het gaat uiteindelijk beter stollen daarvan. Dus dat heb ik allemaal geleerd. En dan moest je ook echt met zo'n snee en dan kwam er dan ook echt net bloed uit. Nou, het was echt kapot vies, maar... Dat vond ik wel vies, maar het idee dat je... Maar het was ook heel taai, zeg maar. Je zou je niet voorstellen... Kijk, dat zei, dat is dus echt zo, hè. Als iemand, je zou zeggen dat het heel zacht wordt juist. Maar als je een wond hebt, dan wordt het op een gegeven moment... Wordt heel je huid eromheen wordt dik en hard. En dat voelde je dus echt zo, dat wordt heel hard. Dus je moest echt met... Het voelde net alsof je... Hoe zeg je dat netjes? Ja, het voelde gewoon echt... Het was heel strak allemaal. Dus het was echt alsof je... Ja, het was echt heel apart. Dus dat wilde ik even zeggen. Maar ik kan wel tegen bloed. Ik denk dat ik eerder panisch zou worden van iemand moeten reanimeren. Dan iemand inderdaad een wond moeten druk op moeten houden. Dat zou ik denk ik minder erg vinden dan moeten reanimeren. Maar ja, met reanimeren is iemand eigenlijk in feite al dood, hè. Dus dat vind ik sowieso... Ik vind dode mensen vind ik een heel eng idee. Ik vind als iemand doodgaat... Of als... Nou, doodgaat vind ik anders. Maar als iemand al dood is... En je moet daar dan nog iets mee doen... Dan vind ik een heel eng idee. Dat vind ik echt... Nee. Daar kan ik niet overheen of zo. Ik vind dat een vies idee. Dus op zich, ik zou het wel doen. Want ik weet hoe het moet. Kijk, weet je... Ik ben niet verplicht om het te doen. Ik bedoel, hangt er wel vanaf wie er gereanimeerd moet worden en hoe diegene eruit ziet. Want als iedereen helemaal van die vieze goren, dan ga ik denk ik, ja sorry, maar je bent toch al dood. Grof gezegd. En sommige mensen mag je niet eens reanimeren, want je moet eigenlijk altijd eerst zoeken naar of dat iemand wel gereanimeerd wil worden of niet. Maar ja, en ik snap ook op dat moment dat je daar geen tijd voor hebt. Maar ja, dat moet eigenlijk wel. Eigenlijk in feite moet je eerst zoeken naar of dat iemand wel gereanimeerd mag worden of niet. Dus ja, het kost wel tijd. Maar je hebt ook mensen die volledig in paniek raken. En dat snap ik ook. Maar dan vervolgens, weet je, als je, hoe langer je wacht met reanimeren... Dus te groter de kans is dat iemand het echt niet meer... Dat iemand echt dood blijft, snap je? Ik vind het zo raar om te zeggen. Maar als je iemand moet reanimeren, is diegene al dood. Dus en je probeert juist om de hartslag weer... Omhoog te krijgen en om weer op gang te laten komen. Maar het moet wel kunnen, zeg maar. Dat is wel... want hoe langer je daarmee wacht, des te eerder er hersenschade komt. En ik hoorde ooit van iemand, die kan ook vocht in je longen krijgen. Ja, als dat gebeurt, dan is het gewoon einde verhaal. Dus goed. Ik zou dat heel eng vinden om iemand te moeten reanimeren. Zou ik heel eng vinden. Ik hang er wel vanaf wie het is natuurlijk, zei ik al, hè. Ja, maar goed. Als het moet, dan zou ik het wel doen. Maar als het echt moet, zou ik het doen. Maar het is sowieso, weet je, wat
als weet je wat er eigenlijk wel zo is? Als je iemand moet reanimeren, moet je eigenlijk altijd zorgen dat je met z'n tweeën bent. Kijk, soms kan dat niet, hè? Kijk, soms ben je gewoon echt alleen, dan moet je het ook alleen doen. En dan hoop je dat er iemand langskomt die eventueel ook behoefte heeft om, of weet hoe het moet, of een AED kan halen, of vast 112 kan bellen. Want je kan niet, dus niet de bedoeling dat je en 112 gaat bellen en gaat reanimeren. Dan is het of, ja, dan hoe langer je moet wachten, des te groter de kans is dat je dan, snap je? En als je geluk hebt en je hebt toevallig een AED in de buurt, dan is het sowieso al makkelijker. Want die krijgt dan automatisch een schok. Dus dan is het al vrij, de kans groter dat iemand het kan overleven. Zeg maar. Dus ja. Goed, we gaan door naar de serie. Ik heb één serie, maar oh, wat een serie is dat. Wat een seizoen. Ik denk dat jullie wel weten waar ik het over heb, maar het is American Horror Story. Uiteraard. Seizoen 9 op Disney+. Nou, dit is echt, denk ik, dit is mijn nummer 2. Cult is mijn nummer 1, die krijgt echt een 10. En 1984 krijgen mij een 9,8. Het schiet maar 2 puntjes, maar toch zijn het 2 puntjes. Ja, ik vind het niet beter dan Cult. Had wel gekund, maar Cult vond ik toch qua verhaal en qua styling en qua gewoon de cast, vond ik dat toch net iets beter. En 1984 is niet met Sarah Paulson, is niet met Evan Peters. Dus je hebt niet echt een standaard castleden. Je hebt wel Billy Lord en je hebt wel Cody Fern. En je hebt, weet ik veel hoe die andere, Matthew Morrison van Glee. En je hebt Lily Rabe, maar die speelt er heel kort in. En Twisty komt terug, maar dan als Mr. Jingles. En je hebt Leslie, je weet niet haar achternaam niet. Die vind ik ook heel, die speelt Margaret. En het is gewoon echt, echt een serie naar mijn hart gewoon. Het zou bijna kunnen winnen, maar Cult vond ik toch net iets qua casting en qua verhaal gewoon iets beter. En dat is 2 seizoenen eerder dan 1984, want Cult is seizoen 7. En 1984 is seizoen 9. We zijn nu begonnen met seizoen 10 en ik weet nog niet zo goed wat ik ervan van ga vinden. Heel eerlijk gezegd. Ik vind het een beetje een vaag. Volgens mij gaat het over vampiers, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Vind ik ook leuk, maar ik vond 9 echt, want het was lekker bloederig. En dan bedoel ik ook echt bloederig, hè. En het was gewoon ook echt supergoed geacteerd en gewoon een goed verhaal. En geloof me, American Horror Story is eigenlijk alleen maar goed geacteerd. Ook al vind ik sommige seizoenen dat ik denk, ja, had niet gehoeven. Maar dit was echt een seizoen. Oh, ja, ik vond het echt fantastisch. Ja, ik vond het echt heerlijk, al dat bloed. En ik vond het verhaal zo goed. En ik had gewoon gelijk wie de killer was. Ik wist het gewoon. Ik denk, ja, ik heb zoveel Harlan Coben nu gezien. Ik wist het nu gewoon. In één keer wist ik het. Ik denk, jij bent het. En toen had ik nog gelijk ook. Je gaat, denk ik, als je niet verder kijkt dan dat je neus lang is, dan ga je niet raden wie het is. Dat ga ik je wel meegeven. Ik ga het niet raden wie het is als je niet goed de details bekijkt. En niet goed, weet je, dan ga je het heel lastig vinden. Dat ga ik wel zeggen. Maar voor de rest, oh, fantastisch. Ik ben zo blij met dit seizoen. Ja, die ga ik echt nog wel een keer kijken. Oh, ik zal American Horror Story nog wel een keer kijken. Maar dan skip ik sowieso seizoen 1 en seizoen 2. Seizoen 3... weet ik niet zo goed. Misschien kijk ik hem nog één keer en dan vind ik het best. Seizoen 4 kijk ik sowieso nog een keer met Twisty. Oh, ik hou van Twisty. Twisty is een clown en ik hou van horrorclowns. Dat vind ik echt het best. Ja, ik hou gewoon echt van horrorclowns. Dat vind ik echt het beste wat er is in horror. Ik vind het gewoon heerlijk. Want als er een horrorclown voorkomt, dan weet je gewoon dat er veel bloed gaat komen. En dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt fantastisch. Dus ja, ik kan er niet veel meer beters over zeggen. Het is gewoon echt. Kijk, nu zat er geen clowns in. Het was ook bloederig. Maar het kwam gewoon omdat er een psychopaat in zat. Meerdere trouwens. Meerdere psychopaten. Maar fantastisch. Het is echt fantastisch. Ja, nee, je gaat niet verwachten wie het gaat zijn als je niet goed oplet. Je moet sowieso goed opletten. Want er zitten meerdere. Als je niet goed. Kijk, zoals ik al zei. Je moet gewoon. Oh ja, Emma Roberts zat er ook in. Die is ook heel bekend. Die zat er wederom in.
Maar die vond ik echt fantastisch. Ja, nee. Oh, ik wil hem zo nog een keer zien. Het is echt fantastisch. Nou ja, maar eerlijk. Het is echt een van de beste seizoenen van American Horror Story. Dus die ga ik sowieso eindeloos vaak kijken. Programma's. Dat is er ook maar één. The Floor seizoen 2 staat op Vlad. Dat vind ik gewoon een heerlijk programma. Ze hebben wel iets vernieuwd door bij een paar laatste rondes €7500 te geven. En ze hebben nu 9 afleveringen. Voorheen waren dat er 8. En ze hebben nu niet zoveel fotovragen meer. Dus ze hebben nu ook muziekvragen. Dus audiofragmenten. En je hebt nu ook bijvoorbeeld... Er staan 4 dingen die je moet lezen. En dan moet je daar bijvoorbeeld de persoon uithalen. Van wie dat dan is. Bijvoorbeeld een historisch figuur. Dus dat vind ik wel leuk. Wel lastiger. Vind ik dat wel. Maar goed. Producten. Dat zijn 3 parfums. Maar ze komen ook alle 3 van de Action. Maar dat mag de pret denk ik niet drukken. Deze is van Fijne Nemo. Deze zijn allebei van Frozen. Dit is Olaf. Olaf en Anna. Ik vind Anna het lekkerst dan wel van deze. Maar ze zijn echt goed. Dus als je ze nog hebt in de Action, dan moet je ze gaan halen. Want ze zijn echt lekker. Dan heb ik activiteiten. En ik weet dat de ene in april nog was. Maar dat vond ik niet helemaal meer mee te tellen, omdat ik toen de video al had opgenomen. Dat is namelijk de Efteling. Ik ben 29 april naar de Efteling geweest, maar toen heb ik hem niet erbij geteld. Dus bij deze Efteling heel leuk. Ik heb ook heel veel zin in de zomervakantie. Dan gaan we namelijk de eerste dag naar Caro. De tweede dag gaan we gewoon lekker de hele dag park en lekker bij Pinocchio's eten. En bij de derde dag gaan we lekker naar Pollens Keuken. Dus ik heb er echt zin in. Dus helemaal zin in. Dus ja. En dan wel iets van deze maand. Ik ben deze maand naar de bioscoop geweest. Ik ben 2 maanden naar de bioscoop geweest in Utrecht. Gewoon Kinopolis Jaarbeurs Utrecht ben ik geweest. En daar ben ik naar Macbeth gegaan. Het is niet echt een filmfilm, moet ik heel eerlijk zeggen. Het is geen film. Nee, het is verfilmd, maar het is geen film, uiteraard. Het is gewoon... ze hebben het hele toneelstuk hebben ze gefilmd. En daar zit je dan naar te kijken. Vond ik wel leuk. Ja, ik vond het leuk. Maar ik vond het ook lastig. Want ten eerste, je zit wel in de bioscoopzaal. Duh. Maar het is niet zo. Soms is het echt lastig om je aandacht erbij te houden. En het komt meer omdat je ten eerste, ik zat alleen in de bioscoopzaal. Dus je had ook niet eventjes iets dat je even kon afleiden of zo. Dus af en toe moest ik gewoon even mijn telefoon pakken om gewoon eventjes wat anders te doen. Gewoon even wat anders. En dat is niet omdat ik het stuk niet goed vond of niet leuk vond of niet mooi vond. Maar dat is meer gewoon omdat ik even gewoon geen concentratie had. Want ik heb denk ik zonder grappen 3 uur in een donkere bioscoopzaal gezeten. Dat je echt denkt, oké, maar in je eentje. Op zich vond ik dat ook wel een keer leuk. Maar aan de andere kant, geloof mij dat het best saai is. Dat is best saai. En ik had ook niet verwacht dat er veel mensen naar Macbeth zouden gaan. Dat snap ik. Dat had ik ook echt niet verwacht. Hè? Dat er mensen zouden gaan naar Macbeth. Had ik niet verwacht. Dus er zaten wel 2 andere mensen in de zaal. Maar die zijn denk ik een uur voordat het afgelopen was weggegaan. Het was wel echt het beste uur van de hele... Van het hele stuk moet ik zeggen. Maar vooruit, ze hebben al gekozen om dat stuk weg te gaan. Nou prima, moeten ze zelf weten. Ik moet zeggen, toen ik begon dacht ik echt, jezus, ga ik hier naar kijken de hele avond? Toen dacht ik echt over, waarom zit ik hier? Dat dacht ik echt. Toen op een gegeven moment werd het wel beter. En toen kwam er mijn vrouwtje. En toen dacht ik, ja, dit wordt goed, weet je wel. Het wordt beter. Maar ik vond het begin ook zeker niet slecht. Alleen dat ik dacht, ja, hoe. Oké, het is echt Shakespeare. Ze hebben er niet om gelogen. Ik denk, wat verwacht je dan ook? Ja, ik dacht ook van oké. Ik wist ook niet, ik ging er gewoon blanco in. Ik denk, het zie je het wel. Het zal vast allemaal goed zijn. Ik denk, popcorn erbij. Laat het maar beginnen, het zal vast leuk zijn. Nou ja, leuk, ik had wel. Ik kende het hele verhaal niet. Ik denk, nou ja, ik ga voor Indira Farmer, weet je wel. Daar ga ik voor en daar ben ik ook alleen voor gegaan. Ja, Ralph Fiennes zat er dan in. Maar goed. Ja, dat is een leuk pluspunt, maar daar kwam ik niet per se voor. Ik kwam echt voor Indira Farma. Daar kwam ik echt serieus voor. En Ralph Fiennes is wel bekender dan Indira Farma, wat ik heel jammer vind.
echt jammer. Maar dat is helaas wel zo. Maar ja, ik vond het echt goed. En ik heb zo gelachen om bepaalde stukjes dat je echt denkt, oké. Okay. Maar ook gewoon echt in mezelf. Nou, niet eens in mezelf. Ik zat gewoon hardop te lachen in mijn eentje in de bioscoopzaal. Nou, het kon gewoon niet beter. Het kon echt niet beter. Dus, maar ik vond het ook zo grappig. Op een gegeven moment van, moest ik dus beginnen naar die zaal. En dan krijg je nog, zeg maar, je kaartjescontrole. En toen keken ze echt van... En toen keken ze nog een keer. Ja... Macbeth is in zaal 9. Dus ik keek er nog een keer van. Gaat ze hier echt heen? Sterkte. Zo keken ze echt. En dacht ik echt, oké. Okay. Dankjewel. Dus ik begreep. Maar toen ging ze sprint naar de kassa. En toen keek ze nogmaals naar mijn kaartje. En ik had een bak popcorn. Dus ik keek echt van, wat moet jij met een bak popcorn naar van een Shakespeare verhaal? Ik dacht echt, laat mij gewoon popcorn eten. Ik zit hier voor niks in de bioscoop, oké. Okay. Ik had gewoon zin in popcorn. Maar dus ik keek echt van, oké. Okay. Dat wordt veel popcorn eten, denk ik. Want die gaat het heel saai vinden. Dus ik keek ze naar mij. Ik dacht echt, oké. Okay. Daar gaan we. Dus ik begreep zo in die zaal. Het duurde maar. Voordat uiteindelijk de film, nou ja, de film begon. Dat was een reclame na reclame. Dan dacht ik, godverdomme. Ik heb nog een bus te halen om 10:30. Schiet op. Ik overdrijf niet als ik denk ik. Nou, ik zweer jou dat om 7:15 de reclame begon. En om 7:50 begon pas die film. Ik overdrijf niet. Het was echt erg. Terwijl om 7:30 zou de film beginnen. Nou, dat werd dus 27 minuten later, hè. Dat was echt erg. Dus ik dacht op een gegeven moment, oké. Toen kwam er dus pauze. Maar ja, weet je, er waren dus nog 2 mensen. En dan denk ik, ja, ik ga nu niet... Ik durfde niet weg te gaan. Ik moest of al mijn spullen meenemen. Of ik moest gewoon... Ja, hopen dat ze het niet zouden jatten. Dus dat risico. Dus ik heb de hele tijd met de volle blaas gezeten. Totdat de film af was. Nou, toen moest ik kiezen. Of ik ga nu plassen en mijn bus missen. Of ik ga nu mijn bus halen. En dan pies ik dus noodsprek in mijn broek. Als ik pech heb. Dat was de optie. Dacht ik, nou, dan ga ik toch maar mijn bus halen. Als ik pech heb, pies ik dan maar in mijn broek. Nou, gelukkig is dat niet gebeurd. Maar goed. Dus ik heb niet gerend. Maar ik heb wel snel gelopen. Meestal doe ik hier daar ongeveer van Kinopolis naar de bushalte waar ik heen loop. Ongeveer ruim getrokken 20 minuten. Lopend. Nou, ik zal je zeggen, ik heb het in 10 minuten gedaan. Ik denk, ik wil niet mijn bus missen. Want dan moest ik nog een uur wachten, hè. Met al die lugubere mensen. Hell no. Dus ik, nou ja, lopen. En nog harder lopen. Toen ging mijn veter nog 3 keer los. En ik ben heel bang dat mijn veter dan tussen de roltrap komt. Dus ik moest iedere keer van mezelf mijn veter strikken. En toch heb ik het in 10 minuten gedaan. Maar ja, ik had alleen de bus naar de Lekbrug genomen. Dus toen moest ik van de Lekbrug. Of ik moest wachten op de Lekbrug. Midden langs de snelweg. Om de volgende bus te pakken. Wat niet heel veilig is. Of ik kon lopen. Nou, dan is de keuze gauw gemaakt. Dan ga je toch liever lopen. Ook al, ik voelde me daar ook niet heel veilig bij, moet ik zeggen. Maar ik had mijn koptelefoon op. Ik denk, niemand kan mij wat maken. Toen dacht ik echt van... Dan denk ik, oké, als jij nu achter mij komt, vriend. Ik maak je hartstikke kapot. Nee, maar echt. Gelukkig is er niemand achter me aangekomen. Het ging wel onweren. Toen liep ik dus onder de bomen door. Toen dacht ik, oké, misschien lopen we toch nog anders af vanavond. Ja, oké. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van, oké, is hij nou nog niet af? Is hij nou nog niet af? Want ik had ook zo van, oké, zometeen mis ik alsnog mijn bus. Oh, is hij nou nog niet af? Is hij nou nog niet af? Toen dacht ik echt... Maar dat is niet omdat het geen goed verhaal was, maar weer van, oké, ik wil mijn bus halen, schiet op. Maar voor de rest, ja, prima. Het was echt, ja, ik vond het niet slecht. En ik ben echt geen Shakespeare meisje nou ineens geworden. Dat ga ik ook echt niet worden. Geloof mij. Maar dit vond ik echt waanzinnig. Ja, vond ik echt leuk. Nou ja, leuk. In hoeverre een Shakespeare verhaal leuk kan zijn. Ik vond hem echt heel goed. Ik had hem liever ook echt live gezien. Maar ja, goed. Ik ben al blij dat ik hem überhaupt gezien heb. Dus, hij is maar 2 keer in de bioscoop te zien. En daarna niet meer. Dus ik was heel blij dat ik gewoon kon. Dus dat vond ik heel leuk. En voor de rest, ja. Wat moet ik er verder nog over zeggen? Dus, ja.
Dus ja, ik kan hem nu ook niet meer bekijken. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, goed, aan de andere kant. Dan had je daar maar lekker naartoe moeten gaan. Maar nee, ik vond het echt... ik vond het echt goed. Maar ja, ik vond het ook zo grappig gewoon. Ik vond gewoon sommige stukjes vond ik echt... Ja, nu kan ik het wel zeggen. Nou ja, nee, dat ga ik denk ik niet doen. Nou, dan had je er maar bij moeten zijn. Maar ik vond het echt, echt geniaal. En dan hoorde je gewoon ook die mensen op de achtergrond lachen. Ik vond het echt... Toen moest ik nog harder lachen. Ik denk, ja, wat ben ik toch echt een kneus ook. De keer er in één keer een stuk ga. Om gewoon eigenlijk helemaal niks. Vind ik echt leuk. Ja, vind ik, daar hou ik van. Dus, dat. Maar goed, en dan heb ik nog twee liedjes. En dan zijn we alweer klaar met de video. Nou, alweer klaar. Film alweer maar na 3 kwartier. De eerste is Blue van Billie Eilish. En de tweede is Verleden Tijd van Suzanne en Freek. Want ik ga naar Suzanne en Freek. Woehoe. Ja, ik ga op 1 juni. Na 2025 uiteraard ga ik naar Suzanne en Freek. In Ziggo Dome. Ik heb er zoveel zin in. Ja, ik ben echt zo blij. Ik zat ook echt zo te denken van... Oh, ik zat ook zaterdag van... Oh, ik wil zo graag. Maar ik weet niet met wie ik kan gaan. En ik durf dus niet alleen. Maar ik, nou, het is niet alleen niet durven. Het is ook gewoon... Ik ga gewoon niet in mijn eentje naar een concert toe. Dat vind ik echt... Kijk, prima als je het wel doet. Maar ik durf dat gewoon niet. En ik vind dat ook een beetje kneuzerij. Als ik dat heel eerlijk mag zeggen. Ja, sorry, maar dat ga ik gewoon echt niet doen. Dus, dus ik heb nu mijn zusje omgekocht. Nee, grapje, ze wilde zelf mee. Kijk, bankje dus heb ik haar wel omgekocht en dan betaal ik alles voor haar. Maar ze heeft nu een kaartje ook echt zelf betaald. Dus dat verbaasde me echt. Maar dat vond ik echt, ik vind het echt leuk. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik wil al heel graag, al heel lang naar Suzanne en Freek toe. En ik heb ze al een keer live gezien bij Appelpop. Maar dat is toch een andere ervaring. Want dan gaan mensen gewoon, nou ja, het is toch gratis muziek. Dus laten we daar maar heen gaan. Ook, en ook echt klootjesvolk. En nu gaan echt fans naar Suzanne en naar Suzanne en Freek. Dus het is sowieso een hele andere omgeving, zeg maar. Ja, als je snapt wat ik bedoel. Dus dat vind ik echt leuk. Dus ja, ik wilde vorig jaar al. Maar toen dacht ik, ja, met wie moet ik dan gaan? Nou, blijkbaar wilde mijn zusje dus ook gewoon. Maar dat wist ik toen dus niet. Had ik toen al kunnen gaan. Maar goed, maakt niet uit. Nu moet ik alleen nog even een jaartje wachten. En dan is het lekker feesten. Ja, dan ga ik gewoon 2 keer in een jaar naar Ziggo Dome toe. En weet je wat ik grappig vind? De bankzitters zijn zelf ook fan van Suzanne Freek. Dus ik vind het gewoon alleen maar leuk dat ik naar allebei ga dit jaar. Of dit jaar, volgend jaar. Vind ik echt leuk. Dus ja. En ik weet dat de bankzitters eigenlijk bijna altijd bij hun optreden wel als het avond is. En dat is natuurlijk een bekend nummer van Suzanne Freek. Die zingen ze dan. Dus dat vind ik echt grappig. Dus ja, ik vind het gewoon ook echt leuk dat ik ze dan allebei mag zien. Ik vind het alleen jammer dat ik dit jaar niet bij Olivia Rodrigo kon zijn. Had ik echt heel graag bij willen zijn. Maar ja, de kaarten waren zo snel weg. En volgens mij was het net als zo bij Taylor Swift dat je daar kaartjes voor moest claimen. En als je dan, ja, als je pech had, had je pech. En ik wilde ook heel graag naar Aurora. Maar de kaartjes waren een beetje duur. Ja, voor een zitplaats, €80. Ja, dikke lul. Dat ga ik echt niet doen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik vond €44,50 voor Suzanne Freek voor een zitplaats wel veel geld. Ja, dat vond ik... Nou ja, kijk, weet je, dat heb ik dan nog... Kijk, dat is mijn maximum wat ik uit wil geven aan een concert. Kijk, Aurora is natuurlijk wel al... Ja, die is wel langer bezig dan Suzanne Freek. Weet ik niet precies. Maar ongeveer even lang, denk ik. Nou... Bekend, zeg maar. Kijk, Suzanne Freek maakte al wel muziek, maar ze waren nog niet zo bekend als nu, zeg maar. En Aurora is al wel echt jaren bekend. Misschien niet per se Nederland, maar wel gewoon allang, zeg maar. Dus ja, en ik wil ook heel graag naar die Ghost concertfilm. Maar weet je, aan de ene kant zit ik een beetje te twijfelen, want donderdag is het bijna uitverkocht. Dus je hebt alleen nog zaterdag. Maar de dag daarna ga ik naar Dutch Comic Con. Dan moet ik om 7 uur mijn nest uit. Wil ik een beetje in cosplay-stijl kunnen gaan. Want ik moet best wel wat aan make-up doen. En kleding, weet je wel. Dus het gaat wel even duren. Dus
dan ben ik echt brak de dag daarna. Als ik dan ook nog naar dat... En ik ga de week daarvoor ook wel uit eten op zaterdag. Ik denk dat mijn ouders het ook wel een keer leuk vinden als ik ook op zaterdagavond thuis ben. Dus... En het scheelt me ook wel weer geld, heel eerlijk gezegd. Ook al lijkt het me heel leuk. Ik denk ook dat daar wel een beetje gek volk naartoe komt. En daar ben ik dan toch wel weer een beetje de scheiterig voor om daar dan alleen tussen te gaan zitten. Kijk, weet je, met Macbeth weet je gewoon dat er niemand heen komt. Maar Ghost, als de ene dag al bijna helemaal uitverkocht is, ja, dan zal zaterdag het ook wel bijna uitverkocht zijn. Dan zit je daar in je eentje tussen al die, ja, grof gezegd, lugubere mensen. Ja, want Ghost is of... Ja, maar Ghost is zo divers qua fans. Kijk, de enige vindt is echt... Ja, echt... Ja, het is niet echt metal, maar het is ook niet... Ja, het zit een beetje tussen rock en ja, metal in. Want ze hebben ook wel echt metal-achtige nummers. Dus er zitten of metalheads, of er zitten echt van die... Je hebt ook mensen die als non gaan, weet je wel. Of je hebt een beetje de newbies, zoals ik dan. Maar ja, ik denk dat er echt wel echt diehard fans naartoe zullen gaan. Dan zit je daar dan als newbie-fan. Ja, nee, dat weet ik niet zo goed. Of dat ik dat dan wel zie zitten. In je eentje vind ik dat dan toch een beetje eng. Om te doen, dus dat ga ik denk ik niet doen. Maar bij deze ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En tot de volgende video weer. Doei!